Als je iemand hebt die het meest bekende speciaalbiercafé in Nederland zijn clubhuis noemt, dan heb je te maken met een bierliefhebber. Rick Kempen, van harte welkom hier aan tafel. Dankjewel, Anne. Jij bent een bierliefhebber. Ja, een vleesgeworden bierliefhebber, kan ik niet anders zeggen. Oké, nou, daar gaan we zo dadelijk uitgebreid over praten. Aan mijn linkerhand Arvid, tv-kok, van harte welkom weer. Dankjewel, leuk dat ik er weer ben. Wat is het lekkerste wat jij van de week hebt gegeten? Oh, ja. Ik hoef niet eens heel hard na te denken, maar ik heb iets gemaakt voor zometeen. En daar moest ik wel van afblijven thuis, maar dat was wel... Het heeft de studio gehaald, wat is het? Het is langzaam gesmoord buikspek. En dan met langzaam gesmoord op 80 graden, 9,5 uur maar liefst. Met kurkuma en ui erbij. En een beetje zout en peper. Nou, dat is echt... Klinkt goed. Fantastisch. Klinkt nou, jullie gaan het zo proeven en dan hebben we een mooi biertje bij. En de combinatie is misschien nog wel mooier. Ah, dat wordt een lekkere uitzending. Ja, dit wordt dan echt een hele kan niet missen. Ja. Rick, bij jou beginnen van vertel eens, bier. Je hebt een hele geschiedenis met bier. Hoe ben je tot bier gekomen? Klassiek als werkstudent. Ik studeerde in Amsterdam en mijn stamcafé, de Engelse Reet, zocht een hulp voor een aantal dagen. Nou, dat was de kat op het spreekwoordelijke buikspek binden. Ik heb al vrij snel besloten dat ik die studie best wel even nog uit kon stellen. En ben daar gebleven. Maar dat was mijn eerste indrukwekkende kennismaking met bier toen ik daar ging werken. Dat ik anderhalve dag lang taples heb gekregen van de eigenaar. Omdat ja, het café stond toch al wel bekend om een perfect getapt vaasje Heineken. En dat moest ik toch ook wel kunnen. Dat heeft anderhalve dag geduurd en hoofdschuddend begon dat en het werd allengs werd het beter. Ik heb uiteindelijk een jaar of 11 in de Amsterdamse horeca gewerkt en ben toen bij Bier & Co gaan werken, waar ik nog steeds werk. Daar heb ik eigenlijk pas ontdekt dat er zoveel meer is dan pils alleen. En ik heb inmiddels, ik zou het echt niet weten, maar zeker meer dan 10.000 bieren wel geproefd. En ik heb het dus eigenlijk andersom gedaan. Ik heb niet van mijn werk mijn hobby gemaakt, maar uiteindelijk van mijn hobby mijn werk. Ja, oké. 10.000 verschillende bieren heb je gedronken, zeg je. Ja. Ja, je bent ook echt een held op social media. Wat doe je niet, zou ik zeggen, maar ik volg je op Twitter. Daar ben je heel actief op Untappd. De bierliefhebbers die kennen dat. Hoeveel bieren heb je daarop staan? Oh, dat zijn er niet zoveel, want dan zou ik eigenlijk mijn hele archief een keertje moeten inchecken. Ik denk wel dat ik nu in de omgeving van de 2000 verschillende bieren zit. Ongelooflijk. Ja, daar kan zelfs Arvid nog een puntje aan zuigen, want die doet ook heel goed zijn best op Untappd. Blijven zuigen, zou ik zeggen. Dan vooral aan de bieren, alsjeblieft. Want wat is voor jou de reden om op Untappd te Nou, dat is voor mij één, dat ik een archief heb met wat ik gedronken heb. Maar ik vind het ook fijn om te weten wanneer ik iets gedronken heb. Bepaalde bieren zijn lekker in de zomer. Als, ja, soms drink ik ze ook in de herfst of in de winter. En dan ervaar je ze anders. Ook leuk om te zien wat ik de voor en daarna drink. En of dat een goede combinatie zijn. Ja, en soms kom ik ook dan juist met ideeën qua... foodpairing. En dan registreer ik die ook. Ja, wat ik het briljante vind aan Untappd is dat je inderdaad zelf terug kan zoeken wanneer je wat dronk en wat je er toen van vond. Dus je kunt daar afhankelijk van je abonnement kun je namelijk ook alles downloaden. En zo kun je dus helemaal analyseren wat je in de loop der jaren van één bepaald bier vindt. Of maar van een biertype. Je waardeert niet alleen de bieren, je maakt er ook een complete omschrijving, hou je erbij. Vaak wel. Bij. Ja, ik geloof dat ik als ik een biertje alleen maar incheck, klik, dan is het er eentje, die heb ik al heel vaak gehad. Maar meestal doe ik er ook een plaatje bij en een korte omschrijving. Okay, ja, dus want dat is ook het leuke. Dat is natuurlijk ook het hele idee van social media. Zo kun je van elkaar zien wat je ergens van vindt. En wat wel grappig, we hadden het net even voor de uitzending over een van de bieren die we zo gaan drinken. Dat Arvid eigenlijk al had gezien van, oh, dit is wat ik ervan vind. Ja, dat komt wel aardig overeen wat ik ervan vind. Je moet oppassen dat je elkaar niet oefenloos gaat lopen beïnvloeden. Maar je kunt daardoor al wel vaak een heel goed beeld vormen. Moet ik überhaupt aan dit biertje gaan beginnen? Of die moet ik hebben, die moet ik hebben. Het is geen gekoketeerd met dat ik moet zien van, kijk eens die Rick. Oh, die heeft bijzondere bieren gedronken. Nee, want je zit ook heel erg sterk afhankelijk van of je een bier kunt krijgen of niet. En het is gewoon veel leuker om te zien wat iemand drinkt en wat hij achter elkaar drinkt en waar hij het drinkt.
dat je dan weet dat als ik dan naar Amsterdam ga, dan kan ik ook eens een keertje naar het clubhuis. En dan check ik gewoon even de laatste twee weken wat Rick daar gedronken heeft. En dan weet ik een beetje gelukkig wat Rick lekker vindt. En dan kan ik daar mijn eigen keuze in maken. Ja, nou, een van de bieren waarvan ik weet dat Rick hem gedronken heeft, is de Brand IPA. Ik stel voor dat we dat als eerste bier gaan proeven vandaag. Het is gebrouwen door Jeroen Vree, een hobbybrouwer. En die heeft zijn droom werkelijkheid zien worden gebrouwen door Brand. En breed op de markt gebracht. En daar hebben ze een filmpje van gemaakt van Brand. Daar gaan we nu eventjes naar kijken. Bijna 24 jaar geleden heb ik mijn eerste bier mogen brouwen. Het is een geweldig beroep waar je omringd bent door heerlijke aroma's. Het vergt veel doorzettingsvermogen en concentratie. Want vooral in het begin lukt niet elk bier even goed. Na veel verschillende combinaties van hopsoorten en gist uitgeprobeerd te hebben, heb ik in 2014 meegedaan aan de Brand Bierbrouwwedstrijd. Mijn IPA is uit 150 verschillende thuisbrouwsels als winnaar gekozen. Als je daar zo staat op het podium tussen de 10 beste brouwers van Nederland en jouw bier is dan de beste IPA, dat voelt bijna als euforisch. Het was natuurlijk een geweldige eer om samen met de brouwers van Brand deze India Pale Ale te mogen ontwikkelen. Een hopbitter bier met een fruitige, citrusachtige smaak. Maar het mooiste is nog dat mijn IPA straks in de winkel staat en in het café gedronken kan worden. Dat is echt iets om trots op te zijn. Nu ben ik wel erg benieuwd hoe jij de eerste slok beleeft. Nou, hij geniet er echt van. Het is toch ook een jongensdroom die uitkomt. Dat lijkt mij. Ik heb mezelf altijd heel bewust niet met brouwen bemoeid. Maar ik kan me voorstellen als jij thuisbrouwer, hobbybrouwer bent en je krijgt deze uitdaging, je wint hem. Ja. Je hebt nooit zelf gebrouwen? Nee. Schoenmaker hou je bij je leest, vind ik heel, heel simpel. Ik ben een bierverkoper, dat is mijn werk. Ja. Ik vind dat ik daarmee ook niet concurrentie moet gaan aandoen aan de mensen met wie ik voor wie ik werk, maar dat klinkt alweer meteen heel bombastisch. Ik ken mijn beperkingen. Ik kan bijvoorbeeld ook niet koken. Jij kan dingen bedenken van tevoren van nou als ik dit en dit en dit doe, dan komt er dat ongeveer uit. Ik moet een recept hebben. Dus ik ben niet creatief en dan kan ik wel productiebrouwer worden, maar dan heb ik het nu beter voor elkaar. Ja, want je bent wel in heel veel brouwerijen geweest. Ja. Wat is een brouwerij die je echt is bijgebleven? De mooiste brouwerij ter wereld is Anchor Brewing in San Francisco. Vertel. Alleen al vanwege het hele verhaal dat die brouwerij voor Amerikaanse begrippen sowieso al stokoud is. 1896. Ik bedoel, kom er maar eens om. Er is er maar eentje die ouder is en nog bestaat. Dat is Yingling. Maar de brouwerij was in de jaren 60 nog maar één van de 73 brouwerijen die er waren. Er waren er voor de drooglegging iets van 3500. Dat is toen echt helemaal kaal geslagen. Daarna onder de opkomst van de grote productiebedrijven, de reclame, de marketing, is dat helemaal kaal geslagen. Zij waren ook een van de weinige brouwerijen die het niet alleen hadden overleefd, maar die ook nog steeds geen pils maakten. Die echt gewoon bieren met smaak en karakter maakten. Ja. Zelfs die brouwerij had dat moeilijk. En dat verhaal blijft gewoon zo briljant. Frits Metak, die zit in zijn stamcafeetje, lekker aan zijn Enkersteam. Krijgt dan te horen van, ja, kom wel eens de laatste zijn die je drinkt. Ja, hoezo dan? Ja, de brouwerij zal waarschijnlijk zijn deuren gaan sluiten. Nou, de man is gaan kijken. En dan is het wel heel fijn dat je de erfgenaam bent van een gigantisch familiefortuin. Zeg maar het Amerikaanse equivalent van de familie Philips. Ja. En hij besluit gewoon die brouwerij te kopen. Geweldig. En reviseert hem en bouwt hem weer helemaal op. En nou goed, de brouwzaal nu, dat is een plek die hebben ze betrokken in 1975, een oude koffiebranderij. Ik heb de foto's niet bij me, maar als je de foto's ziet van die brouwzaal, drie hele grote koperen kuipen, heel mooi betegeld. De gedachte ook achter de brouwzaal is dat daaromheen zijn alle kantoren gemaakt.
De trappen, de open verbindingen met beneden waar de bottelerij is, is bewust opengehouden. Zodat iedereen, ook al zit je op accounting of op de laboratory, je hoort wat er in die brouwerij gebeurt. Dus iedereen is er daarvan doordrongen dat ze bier maken. Het bier is het middelpunt dat waar alles om draait. Kijk gewoon even op internet, anchorbrewing.com, naar de plaatjes van die brouwzaal. Dan begrijp je waarom ik, toen ik daar de eerste keer was, gewoon een van die ketels echt omarmd heb en een kusje heb gegeven. Dus volgens mij ook zelfs een van mijn plaatjes op internet. Ja. Zeldzaam. Okay. We hebben de brand IPA in het glas. Ja, we hebben brand IPA. Dus is een IPA van brand. Ik heb hem voor het eerst geproefd op de eerste dag van de Horecava. Kreeg ik hem in een glaasje bij de brandtent. Samen met mijn broertje. Ik zei nog even, ik wil die nog proeven en dan wil ik er vandoor. En ik krijg het glas en ik ruik. En ik ruik echt een heerlijke tonen van tropische vruchten met mango. En precies, ja. Dat... Echt helemaal fantastisch. En ik neem een slokje. En ik neem nog een slokje. En ik denk, wat zit er voor een heel gek smaakje aan? Wat zit er voor een naar zoetje aan? Ja. En ik snapte het niet. En waterig en vlak en alles contrair met wat je rookt. Ja, en ik zeg tegen mijn broertje, ik denk, wat is dit? Ik zeg, ik wil nu een flesje. Dus ik loop naar de stand toe, ik vraag hem een flesje. En ik kijk dus, en ik was dus op zoek. Nou, er zit dus in water, gerstemout en hop. Dus geen zoetstoffen wat ik verwachtte. Ja, 7%. Hij is gefilterd, zit geen gist in. Dus ik check hem zo in op Untappd en een dag later zie ik bij Rick hetzelfde staan op de maandag. En op de dinsdag had Rick een goed glas qua vorm te pakken. En dan smaakt hij gewoon fantastisch, want het is gewoon echt een heel mooi, hele mooie IPA. Wat zeg je nou, dat de vorm van het glas... Het was een wereld van verschil. Ik had hem ook. Ze hadden van die, op zich prachtig hoor, mooie proefglaasje, maar in de vorm van het klassieke brandvoetglaasje. Ja. Wat eigenlijk gewoon geschikt is voor een pils. En het kilde volledig alle smaakelementen. En het curieuze was dat het dus in de geur niet gebeurde, maar in de smaak wel. En hoe dat kan, daar moeten we misschien eens een keer onderzoek naar doen. Ik weet het niet, maar ik ben dus bewust de volgende dag teruggegaan. Ja. Onder andere omdat ik verschrikkelijk op mijn flikker kreeg van Derek Walsh, die zich met deze IPA behoorlijk bemoeid heeft. En zei, dat kan niet wat jij geproefd hebt, dat bestaat niet. Zei, ik vond het ook al wat apart, maar dan ga ik terug en dan ga ik het nog een keer proberen. En toen kreeg ik ook het echte brand IPA glas. En dat, nou ja, toen proefde hij zoals hij volgens mij bedoeld is. Want dat is natuurlijk een uitstekende IPA geworden. Ja. Dit is geen extreem, het is niet zo'n knijterharde, bittere afdronk. Als ik hem een klein beetje doorproef, dan proef ik een beetje dingetjes als Earl Grey-achtige smaakjes. Een beetje die droogheid die je ook in thee kunt tegenkomen. En dat vind ik erg aangenaam. Maar wat ik ook denk is dat verkeerde glas, dat als je dat gaat drinken, dat is niet alleen maar de structuur die je dan in je mond voelt en de smaak die je in je mond voelt, maar is ook heel sterk wat doet je neus daarbij. Ja. En als je neus en je mond dus op verkeerde manier samenwerken, dan krijg je dus een gek smaakje. Ja, plus dat de vorm van het glas wel bepaalt ook waar het in je mond landt en waar het op je tong landt. En ik geloof ook echt dat kleine voetglaasje liet het precies landen op een plek waar helemaal geen papillen zaten of zo. Het was waterig. Ja. Brand heeft een hele restyling doorgemaakt. Wat vinden wij van het nieuwe etiket en het nieuwe flesje? Spannend. Het is heel duidelijk dat Heineken, het moederbedrijf, besloten heeft dat ze gewoon een craft bier moeten hebben. Ja. En dat wordt brand. En ik bedoel, zelfs de oud-bruin ziet er bijna lekker uit als je het flesje ziet. Ja, goed, ik vind het leuk, want ik zie hier op de achtergrond nu ze alle 9 staan. En ik hoop dat ze, want het is nu wel een heel klein etiket als je naar de gele fles kijkt. Er staat nog wel brand op. Nou ja, het belangrijkste is dat er natuurlijk wel gewoon een goed verhaaltje op staat. In dit geval van Jeroen dan, die het bier bedacht heeft over het hoe en waarom. Er staat niet heel veel echt verdere informatie op, maar het ziet er super chic uit. Het hele embossment, de hele look and feel. Ik bedoel, dopje, dat klopt wel. Het dopje past er zelfs bij. Ja. Ja, het is een heel mooi dopje. Het is een bijzonder dopje. Echt een speciaal gedrukt dopje ervoor. En, ja. Je bent bierverkoper bij Bier & Co. Ja. Maar je hebt ook een boek geschreven. Klopt, met Marco Philipsen van Mitra Sluiterijen samen. Minder Tamaland in Bierland. En wat was daar de achterliggende gedachte van?
Nou, dan is het wel goed om ook even te beseffen in welke tijd dat geschreven is. Het is in 2007 is dat geschreven. En toen stond eigenlijk de bekendheid, maar ook zelfs de verkrijgbaarheid van niet-pilsen. Dat is voor mij de definitie van speciaal bier. Eigenlijk nog maar in de kinderschoenen. Vind ik dat een mooie. De niet-pilsen is de definitie van speciaal bier. Voor mij is dat de definitie van speciaal bier. Dat vind ik wel heel mooi. Dat wordt heel vaak gevraagd. Wat is dan speciaal bier? Nou, het woord zelf bestaat trouwens niet. Hè? Het staat volgens mij pas sinds de laatste editie, wordt het in de Dikke Vandalen ook al zodanig omschreven. Alle bieren die geen pilsener zijn of niet tot het pilsener type behoren. Maar het is een woord wat daarvoor niet bestond. Ik blijf het ook nog steeds eigenlijk een heel raar woord vinden, want een pils is net zo bijzonder. Ja. Het is meer, denk ik, een woord dat per ongeluk uit een soort underdog-achtige sfeer op is gekomen om jezelf beter te laten voelen dan dat massaproduct pils. Ja. Maar goed, nu moet je oppassen dat ik niet ga doorslaan. Terwijl... Nee, gaan we even terug naar je boek. Je was aan het vertellen. Wat de gedachte was, die Marco en ik hadden toen we begonnen aan Minder Trammeland in Bierland, is dat wij zijn allebei gepassioneerde bierdrinkers. We weten er ook inmiddels aardig wat van. En juist dat feit dat heel veel mensen er toen de tijd nog maar heel weinig van wisten, was precies de reden dat ze het niet kochten. Want dat ziet er allemaal best nog wel indrukwekkend uit. Ik bedoel, wij vinden dit nu mooi. Maar voor de gemiddelde consument in die tijd was een etiket met een monitor op bijna reden om een stapje achteruit te doen. Dat zit hier dan in. Ja. En wat we toen eigenlijk geprobeerd hebben is in een Jip en Janneke taal af alle letteren vertellen wat is een abdijbier blond, wat is een stout, wat is een porter, wat is een... je had toen nog geen IPA's, maar daar kom ik graag zo op terug. Wat is dat gerstewijn? En dan leg je dat uit en we geven er 2-3 voorbeelden bij. We deden toen trouwens al ook meteen een hapjesuggestie erbij. Was de hele bedoeling was... tijd ver vooruit? Want het boek is geschreven in? 2007 is het uitgekomen. En de bedoeling was, het ging uiteindelijk over 80 bieren, over 30 bierstijlen verspreid, om de klanten van Mitra met voorbeelden uit het toen al enorme assortiment van bieren bij Mitra over de streep te helpen om ze eens een keer te gaan proberen. Want dat was het tweede dat we zagen. Als mensen dan niet meer bang waren voor een bepaald speciaal bier, dan was de uitdaging om te gaan proberen en variëren was nog best lastig. Ja. En een van de dingen die mede naar aanleiding van het boek ook gebeurd zijn, is een wezenlijk andere presentatie in de winkels. Niet meer een rijtje met de bieren van La Trappe, Maretsu, Leffe in hun sixpacks. Nee, maar laten we nou gewoon eens die sixpacks eraf halen en we zetten die bieren niet meer op merk bij elkaar, maar op type. Ja. Waardoor je dus een klant die normaal weet, oh, ik moet dat gele doosje van Leffe hebben, die gaat die andere kleurtjes niet pakken, want die weet, die moet ik niet hebben. Maar die ziet opeens, blond. En nog een blond en nog een blond. Laat ik die ook eens een keer proberen. Ja. Nou, dat bleek een enorme lift in de verkoop te geven. In de combinatie dan met zo'n ontdekkingsreis. Het was een navigatie door Bierland. Okay. En ik denk dat heel veel mensen op het spoor heeft gezet om de weerstand te overwinnen om eens wat te gaan ontdekken en proberen. Nou ja, we zitten nu in een andere tijd, dus deel 2 zou ik zeggen. Als het aan mij ligt, gaat hij er komen. Er is inmiddels natuurlijk zoveel gebeurd in Nederland, maar ook in andere landen, dat het best zou kunnen. En in die zin vind ik het dus ook wel heel grappig dat we vandaag dan die brand IPA drinken. Ja. Want daar wou je op terug? Daar wilde je op terugkomen? Daar wil ik echt even op terugkomen. Dat was namelijk in 2007 toevallig ook. Ook op de Horecava. Dat was de eerste keer dat Bier & Co. een aantal Amerikaanse IPA's schonk. We hadden daarvoor, brachten we al bier van de Anchor Brewing Company naar Nederland. Maar dat was het jaar dat we bieren van Flying Dog en Great Divide en Left Hand introduceerden. En op een borrel op de Horecava stond daar, zeg maar, Tout le monde van Nederland Bierland op dat moment toch wat verdwaasd te kijken naar een Gratified Titan IPA of een Flying Dog, Snake Dog, en stonden allemaal van, wow, interessant. Geloven jullie echt dat mensen dit gaan drinken en dat ze het ook gaan kopen? Beetje overdreven, maar ik denk dat er op dat moment misschien 100 mensen in Nederland waren die wisten wat een IPA was, laat staan dat ze er ooit een geproefd hadden. En er was dus niks. En vandaag heeft Brand een IPA. En staan er IPA's in op de planken van de supermarkt. En dat is in 8 jaar tijd is dat een revolutionaire ontwikkeling. Ja.
Nou, leg dat naast wat er is gebeurd in Nederland. Toen de tijd rond de 60 brouwerijen, nu al bijna 300, zijn er geloof ik 270. Een enorme inventiviteit, een enorme verscheidenheid aan smaken. Dat zijn wel geweldige tijden waarin we leven, toch? Je hebt ook een IPA meegenomen? Ja, dan eentje, ook een Amerikaan van de Anderson Valley Brewing Company. En dit is wel een meer extremere, denk ik, dan de brand IPA. Nogmaals, niks ten nadele, want de IPA's van oorsprong, de Engelse IPA's, daar ging het helemaal niet om die enorme hop-explosies. Dat vinden die Amerikanen toevallig erg geestig. Nou, dit is dan een mooi voorbeeld. Dit is vergeleken bij de brand, is dit over de top. Hier knallen de hopsmaken, knallen eruit. Voordat ik er wat over ga zeggen, proef hem zelf even. En, je ziet hem ook al dat hij qua kleur is die een stuk roder. Hij lijkt ook niet gefilterd. Geen close filtering. Hij is wel gefilterd, maar niet door microfilters heen getrokken. Nee. Dat is bijna meteen de signatuur van een echte craftbrouwerij. Ja. De signatuur, het niet gefilterd zijn, bedoel je? Niet close gefilterd. Dat moet natuurlijk wel, dat zijn ook smaakelementjes uiteindelijk. Maar als we dan hebben over een jaar of 8 terug, dan zeiden mensen van is dat bier wel goed, want het is niet helder. Nou, dat waren we toen al wel voorbij, zeker met die groep mensen die daar op de horecava stond. Want toen was er de wit bier en Weizen en Lachouf. Dat waren al geaccepteerde types dat het eigenlijk soms wel veel beter was om een bier niet te filteren. Of niet helemaal dood te filteren, laat ik het zo zeggen. Ja, want dood te filteren, filteren betekent dat je de smaak uithaalt. Uiteindelijk wel. Ja. Nou, proost. Proost. Ik zie 7% bier. Nou, dus qua alcohol lopen de twee elkaar niets. Nee. Maar het is een wereld van verschil. Ja, in de... maar dan moet ik ook wel... Ik heb hier ook een beetje een... Moutgeur. Een moutlucht erbij. Dat vind ik zelf heel fijn. Want ik, ondanks dat we hier het over IPA's hebben, is het niet mijn favoriete bierstijl. Want ik vaak vind dat het dat die uit balans is. Hè, dat ik vind dat er te veel hoppen in zitten voor de verhouding met de suikers en de zoetheid die erin zit. En als ik dan zo'n eentje van Anderson ruik en proef, want ik ken hem, dan dat vind ik dan wel weer mooi. Als je hem proeft, dan komt die hop opeens wel heel duidelijk naar voren. Maar je hebt het woord gezegd waar ik meteen aan zat te denken. Dat is het knappe, denk ik, van zeker deze brouwerij en van dit bier. De balans is er. Ja. Het is geen extreem bier. Zoals Gerrit Oliver, de brouwer van Brooklyn, het ook zo mooi wist te zeggen. Making hoppy beers is not an art. Every monkey can throw hands full of hop in the kennel. But to create balance and harmony. Ja. Dat is waar de artiest, waar de brouwer echt kan laten zien wat hij kan. En ik zei net al, die oorspronkelijke Engelse IPA's. De enige reden dat daar heel veel hop in zat, was om de reis te kunnen overleven. Ik bedoel, die soldaten die in India zaten, en daar komt de naam dus ook vandaan, die wilden een biertje drinken. Het is in India veel te warm om bier te brouwen. En zeker in die tijd groeide er ook bitter weinig granen. Dus die moesten bier uit Engeland hebben. Nou, het gewone bier, dat was eigenlijk al bedorven voordat het voorbij de rots van Gibraltar was. En dan moesten ze nog een aantal weken. Ja, goed, maar wat ik dus eigenlijk dacht, of denk eigenlijk, is dat het niet zozeer was om bier in India te drinken. Maar om bier onderweg te drinken. En een reis naar het noorden van Afrika of het westen van Afrika duurde 3-4 weken. Dat overleefde het bier wel. Maar naar India, dat was 6-7-8 weken. Dus dan had je op het einde had je geen drinken meer. Want je water was ook besmet. Dus je moest hoppige bieren maken om je bieren langer houdbaar te houden. Maar niet zozeer om in India te drinken. Ja. Maar om die laatste paar weken was het echt bedoeld om de soldaten daar te drinken. Overigens zijn zij waarschijnlijk daar niet eens de uitvinder van. Want het concept om hoppige bier mee te geven op schepen is naar alle waarschijnlijkheid, echt bewijs ervoor is er nog niet, maar is een Nederlandse vinding. Ja. Maar heel even terug van het punt wat ik wilde maken over die Engelse IPA's. Dat was dus niets anders dan het gewone pale ale. Dus inderdaad een stevige moutbasis, maar met extra alcohol en hop natuurlijke conserveringsmiddelen om die rijs af te maken. Dus mout was een kernbegrip en een kernsmaak in de Engelse IPA's. En nog steeds, als je de Engelse IPA's drinkt, dan is dat juist meer mout
Mout-based. Hoe zeg je dat netjes in het Nederlands? Gaat het meer om de mout dan om de hop? En die Amerikanen maken er juist die hoppige kunstjes van. Ja, over de top. En dit is dan precies zoals je eigenlijk zou willen dat een forsere IPA zou zijn. Ja. Ja. Maar ik vind het wel interessant wat Arvid zegt. Dus dat je 6 weken op zo'n schip zit en zonder bier. 6 weken voor jou zonder bier. Dan ben ik dood. Al 6 weken. Ja, je kunt je geen leven voorstellen zonder bier. Nee, dat lijkt me wel heel treurig. Ja? Ja. Ken je mensen die zonder bier leven? Zat. Er zijn natuurlijk zat mensen die helemaal geen alcohol drinken. En daar ben ik soms ook wel eens jaloers op. Jaloers op? Ja. Nou, ik dacht dat je zou zeggen van nou, dat vind ik treurige mensen. Maar dat vind je dus ze zullen er ongetwijfeld zelf een hele goede reden voor hebben. Behalve als je achter de tralies zit natuurlijk, want dan heb je weinig te kiezen. Maar wat dat betreft vind ik ook niet dat je per se bier of wijn moet drinken. Ik geniet er zelf graag elke dag van. En het is ook zeker niet zo dat ik elke dag gedachteloos zit te klokken. Maar ik probeer wel elke dag 1-2 biertjes te proeven die ik nog niet gehad heb. Anders kom je ook nooit aan dat soort getallen natuurlijk. Maar vooral voor mij is het de bewondering voor mensen die het maken. Iedere keer sta je weer versteld dat het toch grofweg uit 4 dezelfde basisingrediënten, water, hop, mout en gist, het iedere keer weer anders smaakt. Daar blijf ik me over verbazen. Ja. Heb je dan ook voorkeuren? Dat is zo'n rotvraag. Daarom stel ik hem. Want ik denk van. Het hangt van het moment af, letterlijk waar je dan zin in hebt. Maar natuurlijk heb je een soort top 3 van bieren die je altijd wel, waar je wel wakker voor gemaakt mag worden. Ja. Want als jij op een vrijdagmiddag borrel aankomt, uurtje 5, 5:30, 6, je hebt een hele week hard gewerkt. En je ontmoet daar je maten voor het weekend. Waar begin je dan mee? Begin je dan met een pils? Jazeker. Ja. Zeker, zeker. En het liefst dan een pils met een beetje karakter. Het clubhuis heeft regelmatig jever op tap, waar ik heel gelukkig van word. Maar er zijn zat ook goede en smakelijke Nederlandse pilsen. Maar wat misschien nog wel lekkerder is om zo'n vrijdagmiddag met maten. En dan gaat het ook niet zozeer om het proeven, dan gaat het gewoon even om even afspoelen dat stof. Ja. Dan zijn juist de Zwikkels of de Kellertjes. Een feest. En daar mag ik ook, dat is ook weer de mazzel van het clubhuis. Ik ben ook heel blij dat ik daar woon. Ja. Daar word ik heel vrolijk van. Want je zegt de Twikkeltjes en de Kellers. Kun je die toelichten, die bierstijl? Het zijn eigenlijk bieren die niet bedoeld zijn om lang te bewaren. Niet echt pilsachtigen, maar ze liggen er wel vrij dicht tegenaan. Landbier, volbier zijn ook termen die je er wel vaak voor hoort. Ik denk in zijn type een voorloper misschien wel van het pilsner. Pilsner lager in die categorie. Het kernkarakter is dat ze eigenlijk vers uit de lager tank komen zonder verder behandeld te zijn. Ja. Dus ook altijd een lichtjes troebel, ja, maar met een doordringbaarheid. Een beetje moutsmaak en waar je bij pils echt heel schoon en helder water moet gebruiken. En waar pils echt heel schoon is. Kunnen deze bieren net iets meer moutvorming hebben, ook zoals een Mertse dat heeft. En meer body, maar nog wel dat lekker dat doorglijgevoel. Als je daar maar gewoon niet mee suggereert dat ze met vies water zijn gebruikt. Nee, maar met zwaar water, dus met water met mineralen. Zeker. Weet je wel? En waar je pils gewoon, laten we zeggen, droog water en dat gebruiken. Clean bedoel je. Ja. Maar na dat Zwikkelbier, kellerbier, dan komt. Dan ga ik eens om me heen kijken wat er op dat moment op tap is. En het liefst natuurlijk iets wat ik nog niet gedronken heb. Maar als je dan toe wilt, wat is dan die top 3 van waar mag je voor worden wakker gemaakt? Ja, dat is de klassieke Orval. Ja. Dat is voor mij toch altijd wel een winner. Uit eigen stal doe ik er dan ook nog wel graag eentje. Dat is de Weinstefaner Hefeweissbier. Dat voor mij. Ja. De ultieme. En ik begrijp iedereen die Schneider lekkerder vindt of Erdinger, want die hebben echt wel hele eigen karakters. Maar voor mij is het toch wel het banaantje dat het hem doet. Ja, oké. Okay. En Anchor Liberty Ale is misschien toch wel eigenlijk het allermooiste bier voor mij ter wereld. Oké. Okay. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting voor dit deel. We gaan even de glazen spoelen en zijn zo dadelijk terug met het buikspek van Arvid. Ja. We'll be right back.